Zoek jij korte en duidelijke reviews voordat je naar de bioscoop gaat? Dan ben je bij Randy's filmvlog aan het juiste adres. Vandaag reviewen we The Shape of Water, die sinds 15 februari in de bioscoop draait. 1962, gedurende de Koude Oorlog. De stomme schoonmaakster Eliza vindt op een dag samen met haar collega Zelda een visachtig creatuur waarvoor ze snel empathie voelt. Dit wezen is de laatste van zijn soort en wordt door de Amerikaanse overheid bestudeerd om eventueel te worden ingezet in het leger of in de ruimtevaart. Bijgevolg probeert Amerika dit verborgen te houden voor Rusland. Eliza wil het amfibisch wezen helpen ontsnappen uit het laboratorium. Op het eerste gezicht deed deze film mij erg denken aan Creature from the Black Lagoon in 1954. De film heeft hier wat degelijk raakvlakken mee, maar zijn tegelijkertijd niet met elkaar te vergelijken. Op emotioneel vlak heeft de film ook al raakvlakken met die Elephant Man in 1980. De of is namelijk zoveel meer dan alleen maar een fantasiefilmpje. Het monster is dan wel de rode draad in het verhaal, maar het waren voor mij vooral de kleurrijke en menselijke personages die mijn aandacht het meeste trokken. Personages die eigenlijk stuk voor stuk incompleet zijn en allemaal met hun eigen issues moeten dealen in de daarvoor verkeerde tijdsperiode. Ook visueel is het een lust voor het oog. Tel je de heerlijke jaren 60 sfeer en aangename jazzmuziek bij op en je bent voor twee uur in een andere wereld. Het acteerniveau is sterk en iedereen lijkt goed gekast. Maar positieve uitschieters waren voor mij toch wel Michael Shannon en Richard Jenkins. Natuurlijk mag vanzelfsprekend ook Sally Harkins niet vergeten worden. De film oogt prachtig en is super sfeervol. De scènes in de klassieke bioscoopzaal vond ik ook prachtig. Je wordt als kijker helemaal meegenomen in deze tijd. De film had zo uit de jaren 60 kunnen komen. De Shapelvader was voor mij in ieder geval een aangename verrassing. De speelde vlieg voorbij en je bent door de sterke en ouderwetse sfeer binnen no time in het verhaal. De Shapelvader krijgt voor mij 4 van 5 sterren. Graag tot de volgende keer bij Randy's filmvlog.